voor is, mensen. Wat een beeld, wat een beeld. Het is net of je aan het raam zit van de trein. Met de zonopkomst erachter. Kijk, de zon is schijnen. Wat leuk gemaakt. Echt waar. Fantastisch, fantastisch. Laten wij ons ook eens horen met onze horen. Zou het te leuk zijn als we tegenligger tegenkwamen en zagen aankomen rijden daar. Blijven nu en dan eens even spieken. Want als je hem langs ziet vliegen, dan is hij alweer voorbij. Dan denk je vaak, oh, het is nog 43 kilometer. Maar vergeet niet dat je snelheid hebt van over de 300. Naar 325 zelfs. En dat dat heel snel gaat. En je zo dadelijk 10 kilometer voor het station zit. Blijf daar gewoon even hangen. Abonneer je even op ons kanaal misschien ondertussen. Dat zouden we leuk vinden. Helemaal rechts onder het beeld kun je drukken op abonneren. En dan kun je ons blijven volgen. Heel leuk, dankjewel. Remmen. 152 zie je. Nu gaan we even flinken de rem, want dat is veel te hard. Voilà. Zo, dat is beter. Kijk, het is 35 kilometer. Als je heel even bezig bent, zijn er zo een paar kilometer weer. Voorbij met deze snelheid. Kijk eens mensen, de zonopkomst. Blijf het zeggen, maar het is ook echt genieten in dit spel. Echt, echt, echt het geld waard. Kost wel €29,99 deze trein. En het spel zelf is nog afgeprijsd met 50% voor €14,99 tot 29 april 2021. Dus als je het leuk vindt, is het nu het moment om hem te kopen. Doe door, want het is echt de moeite waard. Je krijgt er echt uren mee om. Het is heel verslavend. Krijg geen ruzie met je vrouw of met je mama als je nog jong bent, want het is echt heel 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 verslavend. Ja, weer een beetje bij. Gas geven. En we gaan al nog maar 30 kilometer van het station vanavond jou af zijn. Met de camera spelen is altijd leuk.
Ah, is toch een mooi beeld. 27 kilometer nog te gaan. Blijf bij ons. Geef ons een duimpje op YouTube als je het leuk vindt. Dat vinden wij ook fijn. Voor de moeite van al die filmpjes te maken. Zodat je mee kunt genieten. Mooi, 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 mooi. Te remmen, je kunt soms ook de trottel gewoon uitzetten en dan blijft hij ook wel wat doorgaan en rond die snelheid hangen. Dat gaat ook. Je moet snel erachter komen hoe ik dit uitkrijg, mensen. Hier dit gele lampje, als je het weet, laat het ons weten alsjeblieft in een reactie. Ik moet het terug opzoeken. Clearlight hier op die knop werkt niet. Ik weet echt niet waar het aan ligt. Onder het rijden durf ik dat ook niet te doen. We mogen 320, staat hier duidelijk aangegeven. Groen licht. Kleine 20 kilometer nog te gaan. Prachtig beeld, prachtig beeld. Vanuit de cockpit. Het uitzicht. Ah, we zijn nog geen trein tegengekomen of heb ik het gemist? Ik weet het niet meer, ik denk het niet. Het zal nog wel gebeuren dadelijk. Misschien op dit traject zal toch wel een trein tegenkomen ergens. Vooral nu met die lampen aan op de trein is dat heel leuk. En zo spelend met de camera zien we dat we nog 15 kilometer maar moeten. Kunnen we ook hier vooraan een beeld zien. We genieten nog even van het uitzicht. En van de zon die nu al flink opkomt. En we gaan een tunnel binnen, jongens. En dan naderen we al heel snel Avignon, nog 12 kilometer. We gaan buiten kijken naar deze mooie brug. Prachtig, prachtig, prachtig. Ik ben echt verzot op het spel, ik ben echt gek van het spel. Ik geniet ervan, het is wel duur. Maar als je ergens plezier in hebt, mensen, dan maakt dat eigenlijk allemaal niks uit. Geniet van het leven. Doe de dingen die je leuk vindt. Heb respect voor andere mensen die dat ook leuk vinden. Wees lief voor elkaar. Geef elkaar een leuke reactie. Dat maakt het leven allemaal aangenamer in deze moeilijke tijd. Nog maar 7,5 kilometer. We gaan ons klaar moeten maken voor een beetje bij te remmen. We gaan terug ongeveer bij 5 kilometer graag aan 100 kilometer staan. Maximale break, maar ja, het duurt toch wel eventjes. Het is geen auto die je even stilzet. Dus je moet toch even goed iedere keer op L2 trekken aan de brake apply. Zie je dat? En als ik hem loslaat en weer trek, dan zie je dat ook. En op die R1 staat hij op maximale break. Dat gaan we een beetje veranderen naar 19% of zo. Maakt niet uit. En dan gaan we proberen om nog de snelheid vast te houden.
kijken of hij nog een beetje zo blijft lopen. Anders de trotter even terug en weer naar boven. Nee, dat gebeurt iedere keer. Dat is nu eenmaal zo. Even helemaal terug en weer doortrekken. Ja, dat lukt niet. En dan staan we weer even vast. Dat is niet erg hoor. Geen tegenligger nog. We gaan even terug naar binnen en we gaan deze hendel eventjes weer daarvoor zetten en normaal gezien. Die gaan we dan weer vooruit. Ja hoor. En hoe zitten we met onze tijd? Nog 2 minuten, 1 minuut nog ongeveer. Om 4 kilometer te doen. Dat zal niet lukken, we zullen iets te laat aankomen in Avignon. Maar goed. Dat is niet anders, dat is bijna altijd zo. De trein is nooit precies op tijd. Eén kleine handeling en hij staat stil en dan kost je een minuut of 2 voordat je weer aan het rollen hebt. We zullen hier eventjes lekker wat snelheid nog maken. We hebben nog groen licht, dat zie je rechtsboven, dus dat is allemaal geen probleem. 4 kilometer nog, snelheid tegen de 100. En dan gaan we dadelijk langzaam terug in snelheid. We zetten de power handle on off. Met R1 op je controller. We rijden nog mooi 100 km per uur. En er is verder nog geen station te zien, dat duurt nog heel even. 2,8 aan 100 km. En dan zijn we dadelijk een minuutje of 2-3 te laat. Maar de passagiers zullen wel staan te wachten om in te stappen en uit te stappen. Het laatste stukje door de tunnel. Snelheid, we zijn er bijna, 1,5 kilometer nog. We gaan nu ongeveer 70 kilometer proberen te halen om het station netjes binnen te rijden. Trek het nog even door, jongens, zie je. Je wordt er steeds beter in, je valt al niet meer zo heel snel stil, maar het kan allemaal gebeuren. Het is een zware trein om te besturen met zo'n 16 wagons aan de achterkant. 700 meter nog, we gaan binnenrijden jongens. Roodlicht is inderdaad van het station. En we gaan remmen. En we zitten al aan de groene vakken. Dan gaan we de apply bij doen met L2. En we gaan mooi stoppen. Als je dit ook een hekele beetje voorbij rijdt, is het niet erg als je maar niet door het rode licht rijdt. Maar kijk eens, we worden steeds beter mensen. We worden steeds beter. Linkerdeuren open. We gaan even buiten kijken. Zijn de deuren open? De deuren zijn open. Hier is het station van Avignon. Einde van de reis. Dankjewel dat je er weer bij was. Ik hoop dat je het leuk vond. Als dat zo is, geef ons alsjeblieft een duimpje. En tot de volgende op deze leuke trein. Of met de andere. Binnenkort gaan we ook weer eens met de ICE-trein rijden in Duitsland. En blijf ons volgen mensen. Tot ziens en dankjewel dat je er weer was.